Dat is geweldig. Mag ik u voorstellen, de elektrische wagens van Addax, 100% Belgisch. Valasse. Jawel, inderdaad, 100% Belgisch en 100% ecologisch. De voertuigen worden gebruikt in dierentuinen, steden of bijvoorbeeld hier in de International School of Brussels, waar stilte enorm geapprecieerd wordt. De wagentjes zijn, zoals je ziet, compact, enorm sterk en ze stoten geen CO2 uit. En moet je nog eens iets weten, dit voertuig wordt van wiel tot stuur gemaakt in België. En daarmee is Addax Motors de allereerste Belgische constructeur van elektrische bestelwagens. Proficiat, een bank vooruit. Hey. Hey. Hallo. Hallo. Nee, Hey That's Me. Dat is de nieuwe website van Agoria die twijfelende studenten helpt bij het kiezen van de juiste studierichting. Correctie, de juiste technologische studierichting. Het is een leuke quiz die op basis van enkele vragen zegt wat de sterktes zijn van ieder student. Een dreamcatcher of een business champion. Op heythatsme.be kom je het te weten. Even kijken wat mijn profiel zegt. Een business champion. Tja, misschien moet ik dan toch eens werk maken van die carrière switch of zo. Kan ik hier niet beginnen of... Wij zoeken dreamcatchers. Allee, dat is overtuigend. Ondertussen zitten we niet aan de eerste, de tweede of de derde industriële revolutie, maar aan de vierde. En bij Vlaio lanceerden ze de Industrie 4.0 proeftuinen. Niks lekkers te proeven, maar wel te beleven. In de proeftuinen worden bedrijven geholpen bij het ontwikkelen van nieuwe technologieën. En daar wordt dus volop geëxperimenteerd met robots, drones, met sambas. Ben Roombas. Roombas? Excuseer. Met Roombas dus. Meer informatie over de lopende proeftuinen, daarvoor moet je klikken op de link in de beschrijving. Nieuwe technologieën, procesautomatisatie, digitalisatie, artificial intelligence. Het zijn veel zaken die een impact hebben op jobs. Sommige verdwijnen en andere worden gecreëerd. En dat was het onderwerp van Be the Change, een jaarlijks event van Agoria. Er waren verschillende sprekers aanwezig, waaronder Elke Geraerts, Thomas Dermine, Jan de Nijs, Ish Ait Hamou en Lutfi Belghmidi. Ze vertelden over de veranderingen op de arbeidsmarkt en hoe de bedrijven zich het best kunnen aanpassen. Want veranderen moeten we. Anders zullen er volgens Agoria 530.000 jobs blijven openstaan in 2030. En, nog een pittig detail, de koning die was er ook.